Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag weer eens een kleisoort, of ook wel een putty genoemd in het Engels soms. Deze heet Crazy Aaron's Thinking Putty. Deze is in de soort Valentine. Het is gemaakt in de Verenigde Staten en het heeft vast wel te maken met verliefd zijn. En daar zie je ook Aaron die verkleed is als Amor. En Amor die schiet dan altijd pijlen in de harten van mensen. En daarom worden mensen verliefd. En ik stel me dan wel voor dat die een beetje roze is, deze klei. Of misschien rood. Oh, kijk, en hier achterop kun je dit ook nog erop schrijven. Van wie het is en voor wie het is. Verder heb je niet zoveel informatie die erop staat. Dan zal ik de verpakking eens even openmaken. Het blikje is trouwens best wel schattig en klein, dus het is een leuk cadeautje voor iemand. En, oh, het is rood. Hier zit nog zo'n beschermdingetje op. Een stukje plastic. En dit is erg mooi rood. Met een beetje glittertjes erdoor. Of nee, niet echt, het is meer gewoon een glans. Ik had het verkeerd gezien. En dit is een beetje zoals intelligente klei. Het heeft dezelfde eigenschappen, dus het is niet echt glibberig. Je kunt het zo uit elkaar trekken. Heel ver uitrekken. En uiteindelijk ook scheuren, misschien. Dat gaat niet zo goed met deze. Ja, nu wel. Misschien komt het door de temperatuur hier binnen. En eens even kijken of die kan stuiteren op de tafel. Ik heb al een paar keer eerder zo'n blikje gehad van die serie. Ik kan ze misschien wel een keertje met elkaar vergelijken. En dit is dus Valentine. En deze die stuit het op de tafel als een stuiterbal. En zo heeft het ook wel een beetje de grootte van een stuiterbal. En ik vind dit toch wel de kleur van de liefde natuurlijk, rood. En dan is het ook nog eens glanzend. Het ziet er echt heel mooi uit. Het ruikt niet echt ergens naar. Ik had me een beetje voorgesteld dat die zou ruiken naar kersen bijvoorbeeld. Best wel zoet, maar het ruikt gewoon naar klei. Het heeft geen bijzonder luchtje. Verder staat er ook geen informatie meer op. En deze heeft ook geen speciale eigenschappen. Geeft geen licht in het donker. Die verandert niet van kleur als je hem in het water houdt. Dus de kleur die blijft gewoon zo. En die heeft gewoon de eigenschappen van intelligente klei. Dat je ze zo uit kunt rekken. Dat je ze in stukjes kunt scheuren met een beetje geluk. Of vooral als je een beetje kracht hebt. Maar vandaag kan ik hem alleen maar uitrekken, lijkt het wel. Nou ja, jullie hebben het in ieder geval gezien. Ja, kijk, nu is het me weer gelukt. Dus je moet een beetje snel zijn ermee. Dus je kunt hem uit elkaar halen en dan stuitert hij op de tafel. Super schattig. Dan heb je dat nog in dat kleine blikje. Ja, dat was weer hartstikke leuk. En ik hou natuurlijk ook van intelligente klei. En dit is natuurlijk helemaal niet glibberig of slijmerig, maar echt mooie intelligente klei. Jullie kunnen me in de reacties laten weten wat jullie ervan vinden. En of jullie willen dat ik nog een keertje vergelijking ga doen tussen deze verschillende thinking putties van Aaron. En dan kun je dat laten weten als jullie dat willen. En geef me een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Bekijk onze andere video's en de andere intelligente klei video's en glibber en slijm video's. Tot de volgende keer. Doei!